Hallo jongens, ik ben vlogger Patrick en ik dacht dat het misschien wel interessant zou zijn als ik jullie vandaag mee zou nemen met mijn hele alledaagse k***zooi. Dit is mijn scooter, hier doe ik altijd boodschapjes mee. Kleine boodschapjes, grote boodschapjes, kinderen gooi ik ook aan. Ja, ik heb een hele lompe grote aluminium koffer opgebouwd. Is een beetje vies, wordt niet beter. Doekie. Daar wordt het er nog slechter op, maar ja, dat probleem voor later. Moet ik nu ook zo'n basic gratis vlogger intro hebben of hoeft dat niet? Ik moet even een paar lichtelijke boodschapjes hebben. Dus dan denk ik, ja, dan ga ik nog even naar de supermarkt. Maar ik moet er wel even snel zijn, want ja, zo werkt dat. Oh, ik had een beetje wielspin. Ik weet niet precies waar deze woonwijk uitkomt. Kut detonatie. Oh, hier moet ik niet heen. Het is ook een doolhof hier. Ik weet de weg hier niet. Ah, hier moet ik heen. Ah, ik zie de supermarkt al. Volgens mij maakt die scooter een beetje lawaai. Ik weet niet, de lichtste indruk krijg ik een beetje. Hij loopt nog niet helemaal mooi stationair, moet ik zeggen. Daarnaast, hij loopt überhaupt niet mooi, maar hé, ik moet even boodschapjes doen, dus. Zo, een paar boodschapjes. En als mijn calculaties kloppen, dan moet dit passen. Maar we gaan er samen achter komen. Want ik ben ook wel enorm benieuwd. Oh, het is natuurlijk eerst los. Enorm benieuwd. Alsof het ervoor gemaakt is. Gaat nergens meer in. Tenminste, dat mag ik hopen. Anders heb ik best wel een krat bier verneukt. Nou moet die ook nog starten. Dat is ook wel een puntje van aandacht. We hebben scooters in deze tijd van het jaar wel eens moeite mee. Hij stuurt ineens heel anders. Met een krat bier achterin. Oeh. Ik kan niet te hard accelereren, want dan kieper ik zo achterover. Oeh, daar ging die al. Oeh, 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 oeh. Oeh, 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 oeh. Een zwevend voorwieltje noemen ze dat. Ik weet niet waar ik heen moet precies. Ik gok hier. Oh, hij zit nog. Die kant zo, denk ik. Let maar niet op die temperatuurmeter trouwens. Die knippert een beetje, maar die klopt helemaal niet. Kan ik hier langs? Loopt het ding nou weer te kutten dan? Pas op. Ah, die choke staat uit. Die temperatuurkabel, kijk. Zie.
Maar dit 112 is hij daadwerkelijk, maar die 120 dat doet hij wanneer hij denkt, wanneer dan die kabel wordt getrokken. Ja, nou, hij moet gewoon starten. Dat is wel een lompzwaar ding zo. Misschien dat hij ergens valse lucht trekt of zo, ik weet het niet. Oei. Ik heb ook de achtervering opgehoogd. Maar dat blijkt ook achteraf niet zo gunstig zijn. Ik denk dat ik hierheen moet, maar God mag weten of het klopt. Zwevend voorwieltje. Ja, hier, dit herken ik nog wel een beetje. Ja, hier. Hier kwam ik ook vandaan. Dat is mooi. Hoep. Oh. Is jammer dat het een beetje donker is. Hij loopt nog steeds een beetje rijk of juist veel te arm onderin. Dat is zeg maar, hij loopt op een van de twee zoekuitersten dat het de moeilijkste te bepalen. Waarom maakt hij nou... Hij loopt wel kut, dat is al bekend. Kom op zeg. Nou ja, afstellen is nog een puntje van aandacht. Maar ja, eerst bier. Zo. En nou kunnen we weer naar huis toe. Want ik heb zin in bier. Ja, ik heb de detonatie nog steeds niet gefixt. Daar ga ik zo mee aan de slag. Of morgen of zo. Een dag wanneer het niet nu is. Hoi. Kut. Dan moet ik hem nog even krijgen. Kijk dan. Zo. Nou, dat waren mijn hele cruciale boodschappen. Zo. Ja, ja, rustig maar. Ik weet dat het ding nog niet optimaal loopt. Daar ben ik me heel erg van bewust. Maar ja, ik had een bier nodig voor de lockdown. Weet je wel, dat je je niet verveelt. Ik heb dat ding nu op 102 octaan en deze olie. En mensen mij maar uitlachen dat de koffertje zo lomp groot is. Ik klaag niet.